De haven van Paramaribo was een van de plaatsen in de Surinaamse hoofdstad waar grote aantallen arbeiders op last van hun bonden het werk neerlegden uit protest tegen het sociaal-economisch beleid van de regering. Ook op sommige bouwprojecten werd gestaakt, evenals bij het openbaar vervoer, waardoor werkwilligen niet op hun werk konden verschijnen. In een wat onrustige atmosfeer verzamelden de stakende werknemers zich bij de vakbond Centra of bij de kantoren van de oppositiepartijen, waar overleg werd gepleegd over het al of niet voortzetten van de staking, die de regering zou moeten dwingen onder andere voor werklozen betere sociale voorzieningen te treffen. In de omgeving van het partijgebouw van de PNR kwam het tot kleine schermutselingen met de politie. De spanning nam toe nadat bekend was geworden dat 4 grote ondernemingen een kort geding hadden aangespannen tegen de bestuurders van de vakcentrales, met het doel de staking te laten verbieden op grond van schending van de cao-bepalingen. Toen de rechter inderdaad de staking onwettig verklaarde, werden hier en daar branden gesticht. De betrekkingen tussen vakbeweging en regering in Suriname zijn er door de gang van zaken niet beter op geworden.